Gazet van Antwerpen Trofee Veldrijden, de 22e editie. We gaan straks weten wie de eerste leider is, namelijk de winnaar van vandaag. Die krijgt 36 punten, de tweede die krijgt er 32. Dit is Stibar, dus vorig jaar derde. Speelde eigenlijk nooit mee voor de overwinning, maar deed een mooie remonte, zoals we dat doorgaans van hem gewoon zijn. In de slotfase, zo speel je het ook bijzonder slim in Tabor. Nooit op kop rijden, wel pas naar het einde toe in die laatste ronde zijn definitieve prik plaatsen. Dat is een succesformule. Simonek naast hem. Simonek zou me verbazen mocht hij in het laatste kwart van de cross nog bij de beter zijn. Want je moet het zeggen zoals het is hier. Albert, het jongvlees gedijt hier niet echt. Je moet al taaie pezen hebben, Paul. Ik denk het wel. Maar ja, hij gaat de uitdaging blijkbaar toch aan. Dus hij wil er echt voor gaan, voor de overwinning eigenlijk te bemachtigen hier op de Koppenberg. Ja, het is een heel jong, tenger manneke nog. Dus de vraag is, kan dat allemaal? Er zijn er veel die dat erin geloven. Zelfs Bart Welles gelooft dat hij het kan. Erik de Vlaming gelooft dat hij het kan. Maar de vraag is, straks, over een uur, dan is het verdict eigenlijk pas zichtbaar. Je zag ook nog heel even een glimp van Kevin Pauwels. Die klimt als een gems. En die moet hier over een paar jaar zeker weten mee kunnen doen voor de overwinning op de Koppenberg. Overal waar het een beetje bergop gaat, is Pauwels bij de beter. Mm-hmm. Maar hier is niet alleen bergop. Hier is er nog een huzarenstukje om recht te blijven. Zelfs in de afdaling moeten echt van goede huizen zijn. En het is een combinatie van dit is het strafste wat je eigenlijk in de veldritten of in de veldritsport kunt meemaken. Hij weet hoe hij hier moet winnen. Sven Nys moest hier vorig jaar wel verdomd diep gaan om te kunnen winnen tegen Welles. En dat zag je ook na afloop. Het was een mix van uitputting en een gevoel van opluchting na de streep. Zit dat er dit jaar weer in? Ik verwacht het eigenlijk wel. Een close combat tussen Welles en Nys. En Albert toch een beetje dichter dan vorig jaar, toen werd hij zesde. Jawel, je gaat zeker wel meedoen. Het zou me verbazen moesten we geen glimp van Albert kunnen opvangen. Helemaal vooraan, helemaal in de spits zal ik maar zeggen. Dus het deze mannen moeilijk maken. Maar naar het eind toe misschien een klein beetje tekort schieten. Dat hij conditioneel in orde is, daar bestaat geen twijfel over. Dus tweede in de wereldbeker, Kalmthout. En winst in Tabor, dus dat zegt genoeg. Hier Bart Welles. Het parcours is voor hem perfect. Het is een lichtgewicht. Hij gaat te goed bergop. Hij is technisch een kraan. Niemand gaat sneller op en af de fiets als Welles. Dus hij moet hier weer kunnen meedoen. En hij heeft altijd die oppepfase. Volgens zijn trainer De La Haye haalt hij een vermogen bij de start van, luister goed, 1400 watt. Dan moet hij in principe best wegkomen, de wereldkampioen. Ja, maar hij staat er nu toch belabberd bij daar op die plaats. Helemaal tegen het publiek. Formule 1 start. Ja, maar hij is weg. Hij is ontsnapt, Lars. Dus gevaar geweken voorlopig. We zien Lars centraal, Lars Boom. Maar nogmaals, die start is bij deze wat ondergeschikt, dames en heren. Er is nog tijd genoeg om plaatsen te winnen straks in het veld. Ja, het enige dat ze nu eigenlijk voor behoed zijn, is die een eerste bocht. Hè. Als ze daar echt doorgeraken, dan kunnen ze pas beginnen crossen. Dus maar de eerste gevaarlijke bocht moet nu gaan komen. De eer is aan Boom. En hier is een beetje zand bijgekipt. En dat lijkt me een verstandige beslissing. En ze doen het heel voorzichtig. Zie je? Ja. Stel je voor dat hij hier al tegen de vlakte gaat. Dan ben je kleddernat. Zeker op één flank. En dat kun je natuurlijk best wel missen. Pauwels op kop. Bijna. Kreeg een klein kwakje. En Peters. Het is Rob die daar terug boven gekomen is. Peters met een bijzonder kloeke start. Pauwels in derde positie. Nijs wat verderop. Heeft de start een klein beetje gemist. Circa tiende positie. En hier tutti quanti. Hier Frans Hooy. Frans Hooy is er ook bij. Zoek niet naar de Sven van Toornout. Geen algemeen contract gekregen voor de Gazet van Antwerpen. Klaas van Toornout is er wel bij. De heer Koenen met de truck nummer 41 is niet gestart. Dus ze zijn met 51 hier de Koppenberg op aan het trekken. We gaan naar de kasseistrook, maar we gaan eerst nog die aanlopen krijgen hier. En dan zien we Peters, die er eigenlijk in de wereldbekerklasse een klein beetje doorgezakt is de voorbije dagen. Ja, maar blijkbaar zou hij het aan zijn rug gehad hebben. Dus ondertussen is dat gecorrigeerd.
volgens de vader Jeff. En ja, blijkbaar is het, heeft het geholpen. Rob Peters, Jeff is de papa, dus de broer van Wilfried Peters, de gekende ploegleider bij Quickstep. Boom, makkelijk controleren en schiet weer naar voren. Maar Peters geeft het er niet af. Maar er is nog niks gebeurd. Je moet met andere woorden in deze fase op de Koppenberg de kalmte bewaren, Paul. Dat is de kunst, dat is de kunst. Kalm blijven, dat zou toch de remedie zijn. Dus, Thijs Al hier, de mountainbiker. Moet zich in zijn sas rollen op zo'n klimmen-klauterparcours. En wat zit Nijs ver? 16e, 17e positie. Heb jij wel eens gezien? Hij is nee, ook dus ontglipt. Thijs Al. Maar we zullen hem eens zoeken. Hij valt partij van Niels Albert tegen de grond. Hè? Nee, toch niet. Ik ben ernaast. Het zal Simonek geweest zijn. Ja, het is Simonek. Het zal Simonek geweest zijn. Hij schuift al een klein beetje op. Daar aan het wiel van Arnoud. Zie je Klaas van Tornhout. Dat is toch nog een eind ver. En dan het zoeken van de balans. Hè. En dat moet je ook hier in het eerste stukje afdaling. Ja, je weet dus nooit waar het noodlot gaat toeslaan. Hè. Dus het verandert hier met een minuut. Het blijft dus onophoudend regenen. En hier krijgen we weer een stukje asfalt. Al die doortrekt. Heeft hij hier wel ervaring genoeg, zit ik me dan hardop af te vragen. Zie ook Stibar in zevende positie. Zeker niet slecht. Nijs is weer wat dichterbij gekropen. Ja, dit is de Nederlandse kampioen in het mountainbiken. En daar in de achtergrond inderdaad. U ziet wat er te zien is. En Nijs als in equilibris toch nog op de trappers gebleven. Hier de loopstrook. Ja, dus dat heeft al dikwijls fietsen geweest hier. Maar nu vergeet het maar. Het is lopen. De vraag is hoe ver lopen. Dus als ze lopen tot aan de materiaalpost, dan spreken we over 250 meter. En dat is een extreem lange strook voor het moderne veldrijden dan toch. Lopen die mannen met studs onder de schoenen? Jawel, vooraan is het nodig. Hè. Dus ze blijkbaar kiezen hier toch voor het fietsen. Dus dat is, spreken we over nog 100 meter. En dan is het weer lopen. En daar heb je dan toch die topjes vooraan onder de schoenen nodig. Opletten, Albert nu al naar de tweede positie in het gezelschap van Boom. En toch al een serieuze voorsprong op Nijs en Co. Hè? Daar heb je Al, Boom en Albert. Dan moet daar Rob Peters komen. En Groenendaal. Groenendaal, der Oude. En die komt er altijd door hier op de Koppenbergros in het laatste kwartier. En de voorsprong van de jongeren is toch al een seconde of 6. Maar Nijs, behoedzaam. Dat is Bart wel eens. Dat is Bart wel eens. Een plaatsje of 4-5 achter Sven Nijs. Op 13 seconden van de koploper van Thijs Al. En Albert nu. Ja, natuurlijk gedreven hè, door die eerste wereldbekerwinst in Tabor. En op wat een manier. En opletten jongens, geef hem niet te veel ruimte. Hè. Ja, het is precies bergaf voor hem en het is echt wel duwen hier. Je zag Rob Peters daar heel even met het handje. Nijs ruikt het gevaar, schuift voorbij Groenendaal. De knecht kan dat niet, dan zien we het last. Zoek niet naar Vervecke, ook Vervecke hier niet aan de start. Die gaat in Frankrijk koersen vandaag zeker. Dan Bart wel eens hier, met ja. Frans Hooy. Ja, dus Albert twijfelt geen seconde. Hè. Dus de algemene regel, rustig vertrekken op de Koppenberg. Ja, hij lapt alles aan zijn laarzen en hij gaat er onmiddellijk vandoor. En het zijn moedigen die in deze gure weersomstandigheden naar de Koppenberg afgezakt zijn. Chapeau vrienden. En ze staan er, hè. Vorig jaar 15.000, dat zullen we door de omstandigheden niet halen. De technische fase, Paul. Ja, dat was behoorlijk. Hier komt de bocht van Zorro. Ja. Waar wel eens vorig jaar viel in zijn paard. Dat is perfect, hè. Dus tot op de vloot. Van buiten helemaal naar binnen afsteken, dat is de kunst. Boom blijkbaar ook bijgelegd. Hier is Nijs al. Zie je hoeveel ruimte je kunt winnen, goed kunt maken in een goede afdaling. Nou ja, dat moet allemaal nog gebeuren, hè, nu, hè. Vergeet het maar, we zijn de eerste ronde. Ik denk niet dat Albert zomaar er vandoor gaat kunnen glippen. Kijk, Nijs. Oeps. Snelste van allemaal hier bergaf. Dan zien we Groenendaal. Hier de knecht. Niet echt een kraan in de technische stukken. Dan Dlask, een goede loper. Met huilen, meen ik. Dat is ook huilen. En dan Stibar. Zdenek Stibar. En dan die wijde lus. En dan gaan we weer naar een stukje asfalt. Maar we gaan eerst naar Maarten. Ja, en Bart Welles die nam heel veel risico in de afdaling. Hoewel zijn achterstand iets gegroeid is, Welles volgt op 19 seconden van de kop van de wedstrijd. En Nijs die zit zich dat af te vragen. Hè. Waar blijft Welles? Hij komt er nog niet aan. En je ziet dat Peters daar al last heeft van verkleumde vingers. Ja. En Nijs moet op zoek naar Albert. Moet zijn verantwoordelijkheid gaan opnemen. En doet dat ook.
Kijk al naar die aangezichten, niet eens een ronde gereden. Ja, ze zien eruit natuurlijk. Hè. Dus een afdaling nemen met zulke modder, dus het vliegt rond uw oren. Hè. Hier is Welles. Hij moet weer aan een remonte beginnen. Ja. Het is er eigenlijk niet te geloven, hij heeft het weer zitten. Ja, dat is een zware opdracht. Hè. Dus het enigste voordeel is, het kan geen kwaad, maar het is ook geen super voordeel van nu te gaan achtervolgen. Ja, het moet allemaal van hem gaan komen, want hij gaat nergens nog 1 meter steun krijgen. Dus hij is de man die dat eigenlijk met zijn grootste kwaliteiten in die situatie verzeild is. Hij moet het helemaal zelf gaan doen. De mannen van Tremelo vooraan. Dat is wat de burgemeester wil. Jullie hebben het altijd over Baal. Ja, Nijs Baal. Dat is een automatisme, maar het gaat eigenlijk om de fusiegemeente Tremelo. Voilà. Nijs, op naar Albert. Met veel power. Ja, met 2 tanden te groot tegenover Niels Albert. En dan Peters. Toch opletten, Rob Peters, dat hij niet vergaloppeert in die openingsronde. Boom op en over Peters naar een derde plaats. En nu gaan we naar de Bergenweg. En dan zit er een ronde op. En dan benieuwd naar de eerste ronde tijd van streep tot streep. Denk ook, dames en heren, aan de tussensprint. Volgende ronde is er een tussensprint. En daar zijn punten te rapen. 3, 2 en 1. En die tellen mee voor het klassement. Hè. Albert kijkt in het smikkeltje van Nijs. En die neemt niet meteen over. Dat is logisch na zo'n inspanning. Dan zien we Boom aansluiten. Dan Rob Peters. Hier Groenendaal. Kloeg gestart. Een Hollands koppel. Met Al erbij. En dan komt hier Gerben de Knecht. Dan Stibar. Met Huilen en Blask en Klaas van Tornau, die er niet graag bij is. Dan Arnouds Welles op 17 seconden. Mm-hmm. Nog niet panikeren, maar het is natuurlijk groot. Boom naar de kop. Hier de 2 Nederlanders. Groenendaal ligt hem veel beter dan die auto snelweg crossen van de voorbije weken. Rondetijd 7.28. 7.28. Daar is Bart Welles. Snelste ronde bij de belofte was 7.50. Hè? Om je maar te zeggen wat het verschil is. Dat scheelt nog een paar tandjes. Of nog een paar boterhammen. Kop van de cross is wat ons interesseert. En hoe snel de remonte van Welles is. We zien Nijs weer omkijken. Doet hij steeds vaker in de wedstrijd. Als zou je er goed aan doen om attent te blijven. Want hij valt ook steeds vaker. Ja, dit is eerder de start van de Koppenberg, zoals we hem de laatste jaren gekend hebben. Een beetje afwachten, naar elkaar kijken. Het is dan ook een uur vol een bak. Hè. Hier op deze strook is de kunst van niet 100% te gaan. Een paar procenten onder je max, want het lastigste komt nog. Natuurlijk is dit eigenlijk voor hun het gemakkelijkste gedeelte. Hè. Dus ze rijden op banden van 32 mm breedte. Die worden blijkbaar die kasseiden niet gewaar. Al gaat weer voor het grootje kiezen. Boom trekt met al zijn power, al zijn vermogen voor Albert Nijs. Ze kon weer aansluiten. Peters ook. En op die manier gaat ook wel eens bij de betere komen. Daar komt hij hier helemaal achteraan aan het staartje. Komt nu aan het wiel van Huilen. Hier is Bart Welles. Zal toch weer een ronde of 2 nodig hebben om echt op dreef te komen. Zeker weten. Maarten? Ja, we staan halfweg de Koppenberg, het stuk van de kassei. En Bart Welles volgt op 9 seconden. Hij is kunnen aansluiten in het groepje met alle favorieten. Men heeft nu al beslist dat er in totaal 7 ronden moeten afgelegd worden. Dus straks bij de volgende doortocht nog 5. Dus niet te veel ronden, dat lijkt me verstandig. Ja, op dit 7. Verschrikkelijke parcours. Ja, 7 ronden. En hier zitten de mannen vooraan voor de punten die ze kunnen nemen aan het einde van die tweede ronde. Vallen is hier niet meteen desastreus, in die zin dat je niet echt pijn gaat doen. De snelheid is namelijk altijd laag. Mm-hmm. Maar je bent, alsof je niet nat genoeg bent, dan compleet kleddernat. Ja, het is een vies gevoel als je zo met je handen helemaal in de modder ligt voor terug grip te krijgen. Kuist er maar af aan een vettige broek, want er is geen centimeter meer droog. Dus je bent eigenlijk aangewezen van verder te doen zoals je eigenlijk in de modder gelegen hebt. Wel eens achteraan weer in de kopgroep, mag je zeggen. Maar u telt de seconde weg. Hij is nog niet helemaal vooraan. Hij moet dus nog al die jongens voorbij steken. Nijs als loper naar de kop. Ook daar heeft hij flink aan gewerkt. Nu al een jaar of 3, 4 sinds de jaren van of onder Van den Bos. En Boom. In het voordeel natuurlijk met zijn lange stelte. Klaas van Tornhout komt hier altijd goed voor de dag. Ik heb van Tornhout hier ooit een jongere cross zien winnen hier op de Koppenberg. Ja. Nee, zeer snel op de fiets. Ja. Daar straks zat Klaas nog vrij ver, dus
heeft er gebruik van gemaakt. Versnelling Nijs. Ja, en die kiest dus echt voor heel die strook te gaan lopen. Dat is toch verse, Klaas. Versnelling Nijs. Doe toch maar best wat de kampioenen eigenlijk doen. Boom iets langer op de fiets gebleven dan Nijs. Daardoor weer aan het spoor. Stibar, een prachtatleet. In plaats van Tornout met Albert. Dan zien we hier Groenendaal met Dlask. En komt wel eens er doorheen. Is een klein beetje opgeschoven. Is al voorbij huilen nu. Ja, heeft er een stuk of drie opgegeten nu. In tijd is dat 12 seconden. Wisselen. Materiaal post, ja. Is één keer wisselen voldoende? Jawel, ze hebben er blijkbaar gekozen dus voor anderhalve ronde te rijden alvorens de materiaalpost in te gaan. En de materiaalpost is ook niet echt in het nadeel. Die ligt een klein beetje lager gelegen, dus qua meters zijn ze een beetje in het voordeel. Even van de fiets en er terug op. Dat is de kunst van het zo eigenlijk af te leggen. Probleem bij het wisselen voor Van Tornout. Het ging niet echt van een leien dakje. Hier komt nu Franzoy. Dat duurt wel lang. Franzoy is er blijkbaar twee, drie tanden te groot staan. De mechanikers krijgt hem niet in gang. En Maarten. Bart Welles heeft niet gewisseld bovenop de Koppenberg. Lars Boom en Sven Nys wel. En Welles volgt. De voorsprong wordt terug iets groter van de koplopers. 15 seconden. Hier zien we de twee tenoren. De Belgische kampioen en de wereldkampioen. Onder die trui van de wereldkampioen zit ook die van de Nederlandse kampioen verborgen. Hij is ook Nederlands kampioen op de weg. Overal versloeg daar Moerenhout. Ondanks andere instructies. Lapte die aan zijn laars. Zo is Boom. Lekker eigenzinnig. Eigenwijs. Ik wil zelf winnen. Punt. En voert. Ja, en de perfecte leermeester voor hem. Hè. Dus als Nijs alles gaat blootleggen, dan is het voor Lars ook eigenlijk een klein beetje de moeite om daar in dat wiel te zitten. Om risico's. Ja, de perfecte lijn te vinden. Kijk naar die staaltjes van hoogtechniek. Risico's, opletten, einde van de tweede ronde, de punten, hè? Ja. De tussensprint. Je moet die hier eigenlijk al een klein beetje verzilveren door op de juiste positie te zitten. Je geeft hier eigenlijk de concurrenten al een lichte tik. Dat is waar. Al moet ik zeggen dat Boom vorig jaar die punten hier meepikte. Tja, maar ze gaan zeker hun kont niet recht zetten om een paar puntjes... te diep gaan, zou kunnen afgestraft worden. En toen waren ze nog ploegmaats, deze mannen. Daar kan het in een klassement aan het eind van het seizoen op aankomen. Zeker als het beetje bij beetje op is aan het eind van het seizoen. De laatste crossen van de Gazette van Antwerpen trofee helemaal aan het eind van februari. Sluitstuk is Oostmalle. Dan zitten we al op 22 februari. Hier is Dlask. Hier is Franzoy. Huilen die een beetje terugzakt. Ook een zompig stuk hier. Die rijden. Op de power moet je erdoor. Ja, wel, hier hebben ze ook vorig jaar nog die riolering gelegd. Daar vlak aan de materiaalpost. Daar hebben ze alles omgevroed. En dat is een heel zwaar stuk aan het worden. Ze gaan er met z'n tweeën voor sprinten. Vraag is het zinvol om ervoor te sprinten? Zullen ze zeker niet echt doen. Vermoed ik. Maar je weet maar nooit hoe dat ze denken. Hè. Als je echt de beste bent. En je wilt die puntjes meepakken. Waarom mocht het? Ga dat niet doen. Dus... Albert voelt dat de twee verdapperen. Mm-hmm. Wil dat rechtzetten. Auteur van een snelle openingsronde. En moet nu toch al de bakens verzetten. Houdt ze binnen schot. Stipaard, dan Peters. Dan Klaas van Tornout. Renners, de knecht. Renners zoeken toch een klein beetje groen dat er nog is. Zoeken ze helemaal op. Daar komen ze. En als je met Boom vooraan rijdt, dan weet je dat hij daar een goede klant, een goede reisgezel aan hebt. Die geeft zich namelijk altijd. Ja, en hij is in orde, hè. Hoe gaat hij tekeer? Een weg. Drie punten voor Boom, twee voor Nijs en een puntje voor Albert. Knap van Nijs van niet te zeggen van ik wil ik hier tot op vijf ronden tegen doen. Albert op zes seconden. Kost krachten. En dan een groepje met achterblijvers, nu al met Stibar op 15 seconden. Daar zit ook aan het staartje Bart Welles bij op 18 seconden. Rondetijd 7.38. Nijs heeft nu al gevoeld dat Boom dik in orde is. Ja, ja. Albert iets dichter, heb ik de indruk. Peters, Stibar. Altijd weer dat spoor lezen, dat juiste spoor zoeken. Is dat nu een beetje zoals door het zand rijden? Voorlopig die strook waar we nu net op zagen...
is geen twijfel mogelijk. Dat is gewoon pakken wat er voorkomt. Dat is overal even slecht. Er is geen ene centimeter dat toch nog beter is dan het andere. Albert komt weer terug. Ik heb zo het gevoel, ik voel het aan de ellebogen, dat we een ferme strijd gaan krijgen. Leeftijdsverschil 10 jaar, hè? Albert en Boom, 22. Keizer Nijs, 32. Ja. Allee. Weer naar de Rotelenberg. Ja, ja, gelukkig is Albert er terug komen aansluiten. Op de topografische kaart ga je de naam Koppenberg niet vinden. Daar staat dan Rotelenberg. Goed in der. En al de rest is achteruit geslagen. Het is enkel en alleen Albert dat de sprong gewaagd heeft en volbracht. Niet te brutaal forceren. Dat willen jonge kerels wel eens doen. En dan betaal je een prijs helemaal aan het eind van deze topcross. Met z'n drieën. Hier is dat lekkere stuk. Aldus Nijs. Je kunt je bewijzen dat je echt uit het goede crosshout gesneden bent. Bijsturen even wat Albert deed. Ja, ja. Nijs een Boom. Heel vast. Hier Arnouts op 16 seconden. Geweldige sprong van Bart Welles. Zit helemaal vooraan, dus hij rijdt nu eigenlijk al in vijfde, zesde positie. Hij komt erdoor. Hij komt erdoor. Hij heeft weer twee rondes nodig gehad. Volgende week zitten we in Niel met de Gazet van Antwerpen trofee. Traditioneel op 11 november. Het is ook zo'n beetje een Welles cross. Oh, ja, zijn zeker. Jan Soetens hier. Haast onherkenbaar, maar het is hem wel. Een man van de streek. En ook altijd goed, want gemotiveerd op de Koppenberg. Dat is natuurlijk ook. Na een ronde of twee weet je natuurlijk dat je een goede dag hebt. Dan is de verleiding groot om op dit zware parcours te zeggen. Hé hey jongens, hey, flut hè. Ja. Doe maar hè. Er komen nog belangrijke dingen. Dat kunnen deze mannen natuurlijk niet zeggen. Ze kunnen het zich niet veroorloven. Ze moeten voor de klassementen rijden. Ja, ook de twee jongeren, hè? Ze kunnen zich niet meer wegstoppen. Dat denk ik ook niet. Boom nog altijd op zoek dit seizoen naar de grote overwinning in de cross. Maar die komt er wel, zeker weten. De meester in het focussen, dus ook in het pieken. Als hij wat in zijn kop zet, dan haalt hij er ook alles uit. Daar rechts tegen de nada, daar rij je nog het best. Mm-hmm. Dat is al jaren zo. En gelukkig staan er naders, want anders zouden de mensen dus tegen het lint gaan hangen en er nog een meter overhellen. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Hè. Ze blijven zoeken naar dat laatste groene halmpje. Kijk eens naar de benen van Boom en dan naar die van Nijs. Als Jan Dori bij iedere pas 20 centimeter winst. Dat is een klein voordeel dus. En dan misschien wel de beste loper van allemaal. Welles met Van Tornhout. Welles natuurlijk als moedige strijder luid aangemoedigd. En zo ontkomen ze. Mensen zien dat graag. 17 seconden. In tijd is het nog altijd hetzelfde. De wissel en Maarten. Ja, en Niels Albert gaat als eerste materiaalzone ingevolgd door Boom en dan Nijs. En ze hebben alle drie van fiets gewisseld. En dan zien we in de verte de achtervolgers komen met daar Bart Welles op kop. En zij volgen al op 13 seconden. En Welles die daarboven weer niet wisselt. Is dat een bewuste keuze? Ja, er is maar één weg nu. Hè. Dat is zo snel mogelijk naar de koplopers. Dat, ja. Dus nu nog in de materiaalpost gaan. Als weer drie seconden weg. Als het niet echt nodig is, rijden. Gas geven. Ja, want het gaat rap, hè. We zijn al halfweg de derde ronde. Opletten, hè. En het zijn er maar zeven, tenslotte. Dus je moet nu proberen allemaal goed te maken. Nijs laat de twee jongsters voor zich uitrijden. Om op die manier alles goed onder controle te houden. Niet te dicht op dat wiel. Denk aan Moeret. Het verhaal van Tabor was uiteindelijk dat Moeret op een onverwacht moment uit het klikpedaal moest. En daar is het gebeurd, hè. Twee stuks, drie stuks, alles omver. Ja, domino. Domino of zo. Oh, Nijs. Nijs. Ook nog een beetje blijven haperen. Ja. Albert. En Nijs nu een klein beetje gepikeerd. Knap staaltje van Sven Nijs die links op de fiets sprong. En als rechtshandige is dat niet evident. Kijk, daar gebeurt het. We zien Albert als eerste het gat induiken. Even bijsturen. Boom gaat erbij liggen. En dan denkt Nijs. Allee jong. Dat is een strike. Alles omver. Strike van een Hollander. En dus zit Albert de Twee weer wat onder druk. Schoon, hè? Nou. Het is toch mooi om naar te kijken, hè? Zeker als je thuis in de zetel zit. En de warmte dan nog.
Heeft Bart daar iets mee kunnen doen, is de vraag. En jawel, hij is dichter gekomen. Bart Welles dus. Ja. De drie. Albert, Nijs, Boom. Ten slotte hebben ze toch een seconde of drie liggen spartelen daar in je modder. Dus dan zou het logisch zijn dat er iets van de achterstand weggeknabbeld is. Hier wordt altijd een klein beetje getemporiseerd. En je zou veel minder bij deze weersomstandigheden wel eens op komst. Ja, ja, knap. Van Tornhout heel goed mee. Van Tornhout een van de betere in Ruddervoorde. Nijs. Een beetje geïrriteerd. Het moet sneller daarvoor aan. En hier is de bocht en de klok zegt 10 seconden. 9,5 alleen. We gaan wel eens een beetje moed geven. Hier Dlask met Arnouts. Dan zien we Stiba. Kijk naar die gezichten. Peters. Jan Soetens. Dan krijgen we Groenendaal. En Franzoy. De schuiver vanuit een andere hoek. Het is straf, hè? Dus, een tripletje. Ja, ja. Het is niet te geloven dat ze er alle drie gelijktijdig bijna tegen de grond gingen. De slipper van nummer 1 werkt natuurlijk de andere slippers in de hand. Nog 4 ronden bij de volgende passage. Mensen thuis. Hier de 2 achtervolgers. Het zal wellicht toch nog een halve ronde duren. Misschien een hele ronde voor deze twee erbij komen. Al doen ze er alles aan. En dat heeft dan natuurlijk weer extra krachten gekost. Ja, Bart rijdt zich een klein beetje vast nu. Dus Klaas blijkbaar het betere traject gekozen. Nu belangrijk hier, hè. Wie neemt hier het initiatief? Ja. Want als ze hier op dat lichte, lange rechte stuk alles uithalen, het tempo eruit halen, dan kunnen de anderen terugkomen. Lars gaat het blijkbaar niet laten gebeuren. Om wel eens te laten terugkomen, keren zonder slag of stoot. We zullen hier een tragere ronde gekend hebben, zeker weten. Het waren 9 seconden, rondetijd 7.43. De eerste was 7.28. Heeft ook met die tussensprint te maken. Het zijn er nu weer 10. 11 seconden. Ja. De winnaar van deze cross zit bij deze 5. Het zou me zeer verbazen mocht er nog iemand uit de achtergrond komen. Dan zitten we er al op. Tussen deze 5 door twijfel ik ook geen seconde. Van Tornhout, er is een probleem met de organisatie van de Gezet van Antwerpen trofee. Van Tornhout er vorig jaar een paar keer met zijn klak naar gegooid. Ook al is afwezig gebleven op een zaterdagcross om dan zaterdags stevig uit te pakken en zelfs te winnen. Dat werd niet geapprecieerd door de organisatie. En dan hebben ze gezegd van een contract voor die hele Gezet van Antwerpen trofee. Nee, dat is een beetje van het goede te veel. Dus moest hij voor individuele contracten gaan. Mm-hmm. En hij als man van de streek, nou ja, Tornhout is nog een eind verderop, maar toch. Hij crost hier graag, dus zeker op de Koppenberg. Zegt de ploegleiding daarover, en ik denk dat Hans Dikberg gelijk heeft. Klaas van Tornhout kan dat als atleet gewoon niet aan, 2 topcrossen in 2 dagen. Daar kan ik een klein beetje in komen. Jawel, dat is ongeveer de waarheid. Dus maar als dat dan telkens net in de Gezet van Antwerpen trofee gebeurde, ja, dan krijgt hij natuurlijk problemen. Maarten. En bij mijn oude glorie, Berten van Damme. Berten, hou je van dit soort crossen? Ja, ik hou van dit soort crossen. Het moet zo zwaar niet zijn, maar het mag niet zijn dat ik veel plaats heb dat ik het hier mis. Dat zien de mensen graag. Het moest reizen, ze moeten een keer vallen, ze moeten een keer slipperen. Ik vind dat veel schoner. We hebben voorlopig 3 leiders. Wie is jouw favoriet? Voor nu ben ik Lars Boom. Maar ik weet nog niet, ze zijn aan elkaar gewaagd. Het zijn de 3 beste die voor zijn. Oké, okay, dankjewel, Berten van Damme. Boom werd hier vorig jaar 13e na een terugval in de slotfase. Dus daar moet je toch rekening blijven mee houden. En wel eens voorlopig niet de benen van vorig jaar die super waren. Het was een bloedstollende tweestrijd tot en met de laatste ronde. Neemt daar vol het initiatief. En Nijs dringt altijd zijn wil op aan de anderen. Doet hij veel kopwerk doen. Ja. Het is afwachten hier om iets te verkondigen. Dus Nijs was net wel... Ja. Een klein beetje vinniger, dus maar wat koop je daarmee? Hè? Als je een bocht verder eigenlijk iets meemaakt. Sterke kerels, alle 3 vooraan. En het zal niet verbazen dat de reactie van Van Damme er een is van agitatie. Van de... Ik zie dat wel graag natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Kikte daar gewoon op dit soort parcours. Jawel, ook omdat ze zo vaak voorkwamen natuurlijk. Hè? Dus vroeger ja, was het bijna niet anders. Het was elke week van dat.
Zo zagen ze er in Lembeek op het WK in 86 uit na een halve ronde. Onherkenbaar. Volledig onder de modder. Gaat u niet vangen door de inzoomende de lens. Weliswaar een klein beetje dichter, maar nog niet op de hielen van Albert. Die wel gezien heeft, hij komt. Die van Vorselaar. 11 seconden, zegt men. Dit is een nijstuk. Snel op die fiets en dan ook snel weer power op die trappers blijven zetten. Oh, rijdt tussenweg echt wel heel dicht tegen de supporters nu. Niet zonder gevaar, hè? Nee, nee, daar moet er maar eentje bij zijn die dan niet echt oplet. Een Geneverman. Jawel, of die dan achter zijn oren krabben is en die komt er niet eens naar voren. Ja, frontaal erop, hè. Het gat wordt weer wat groter. Wel eens met Van Tornaat. Oplet. Een Geneverman. Jawel, of die dan achter zijn oren krabben is en die komt er niet eens naar voren. Ja, frontaal erop, hè. Het gat wordt weer wat groter. Wel eens met Van Tornaat. Voor mijn part mogen ze hier elk jaar een WK organiseren. Het is een schitterend spektakel. 14 seconden. Is weer aan het kantelen. Maarten? Ja, en Welles komt ietsje dichter daarnet. Aan het begin van de klim was de achterstand nog 16 seconden. En nu dus 14 seconden. Dat betekent dat Welles en Van Tornaut ietsje opschuiven. Nee, is niet gewisseld. En zag je met welke reuze schreden Boom daardoor die materiaalpost jawel. Riep? Maar ja, het is niet onrechtvaardig, de materiaalpost. Blijkbaar zijn ze er zo goed als samen uitgekomen. En dat is toch altijd niet te verwaarlozen. Je moet niet meer pech hebben dan hetgene dat je al meegemaakt hebt. Op het oog dacht Maarten dat wel eens wat dichter was. Maar in tijd is het gat weer wat groter geworden. De drie nog altijd samen. En laten we hopen dat het nog een tijdje zo blijft. Al wordt naarmate de wedstrijd vordert ieder foutje zwaarder aangerekend. En hier is dat lekker bochtje weer. Een verschrikking. Lekker, zegt Pol dan. We zijn nu half koers. Nijs. Knap. Door de Wellesbocht. Dan Boom. Technisch stukken beter dan de vorige jaren. En Albert. Klein beetje sleuren aan het voorwiel. Beetje meer last. Ja, om zo vlug mogelijk zijn fiets terug helemaal in evenwicht te krijgen. Maar er is er eentje aan het vertrekken. Dit is de strook, zegt Nijs, waar de mensen bijeentroepen om de bloopers te zien. Geen blooper bij Nijs. Met veel power op de trappers. Hij wil het hier forceren. Weet zich hier de patron. Ja, werd daar ineens knal, 5 seconden weg. Een gedubbelde medemens. En wel eens nog een stukje verderop. Maar niet van Lars Boom. Hij hangt eraan. Hij die zo slecht naar beneden reed, volgens enkele. Hier wel eens met Van Tornhout. Dat moet niet al een seconde of 17, 18 zijn, zeker weten. Nijs even alleen. Maar Boom, die haakt niet af. Ja. Is zijn linkerhandvat aan het rechtkloppen na die valpartij daar straks. Modderlaagje van een centimeter straks op die smoelen. Albert, smal nog die rug hoor voor dit verschrikkelijk zware werk. Jawel, maar ook voordelen. De beste partij. Weer een versnelling van Nijs. Maar kijk eens naar Boom. Na iedere bocht, zegt De La Haye, haalt hij een vermogen van 700 tot 800 watt. En dat kan hij tot een minuut volhouden. Zeker als hij in topvorm is. 21 seconden al ondertussen voor Bart Welles. Dat is veel. Dus het moest er gebeuren, dat straks gebeuren. Over één ronde zou hij de sprong moeten gemaakt hebben. En dat kwam er niet. Dus nu wordt het definitief moeilijk. En zeker omdat die drie vooraan uit elkaar gevallen zijn. Stel je voor, Nijs en Boom, dat die elkaar gaan verstaan. Ja, dan is de koers helemaal ontploft. Dan is het vaarwel voor Bart Welles. Dit is een strook waar Nijs het vaak wat moeilijker heeft. En dan komt Boom weer makkelijk aansluiten. Nou ja, makkelijk. Toch zijn we ervan overtuigd dat naarmate die wedstrijd vordert, het voor die jongeren alsmaar zwaarder zal worden, omdat Nijs beter kan indelen. Dat heeft er iets mee te maken, dus maar de vraag is, wat heeft Albert al gevoeld? Heeft hij dat gaatje dat er nu is, heeft hem dat gelaten omdat hem zegt ik wil mij niet forceren? Of is het van pure miserie? En ja, dan gaat ze biedt ook zijn frank vallen en zeggen van ik doe daar niet meer aan mee, ik ga er niet meer naartoe rijden. 3 ronden. Ik ga mijn eigen koers rijden. En we zijn 31 minuten ver.
Albert komt hierdoor op 5 seconden. Daar komen de andere twee uit de bocht. Dat is teleurstellend natuurlijk als je de mannen niet meer ziet rijden voor u. En je zij dan het geven, ja, dan krijg je toch mentaal een kleine tik. 7.33, snelle ronde. De op 1 na snelste. Alleen de eerste was rapper. Hier van Tornhout met wel eens op 25 seconden. Toch weer 5 seconden extra prijs gegeven. Hier komt Arnouts met Peters en Dask. En dat is op 38 seconden. Dan Soetens op 42 seconden. Wat goed is voor de Belgische kampioen elite zonder Stibar. Minder goed dan vorig jaar. Voorlopig, hè? Want die kan straks eventueel nog uit zijn pijp komen in de slotronde. Nijs, die al 5 keer de Gazet van Antwerpen trofee won in Jeppel. Hetzelfde. Nijs al 27 overwinningen in een Gazet van Antwerpen cross. Groenendaal gepasseerd op 1.08. Soetens daarnet, zoals ik al zei, op 42 seconden. Albert met een tussensprintje weer naar dat wiel. Belangrijk is altijd als eerste opdraaien hier. Mm-hmm. Al dus Nijs. Jawel, om een valpartij ja, te voorkomen misschien wel. Hier zo meteen, hè? Dan heb je dat opkantje. En daar kun je weer lekker power zetten, als je die tenminste hebt. Albert met een groot mes komt weer terug. Nijs buitenom. Woeps, trapje op. En Albert er weer bij. Ja. Kan niet blijven duren natuurlijk. Dat is de winst die zo'n jongeling maakt in een seizoen, in nauwelijks een seizoen. En toch gaat hij hier weer onder druk gezet worden en gaat hij weer die twee mannen moeten zien wegrijden. Mm-hmm. Heeft het al 2 keer voor elkaar gekregen om terug te komen, dus je kunt dat niet blijven doen. Dus maar hetgeen dat hij doet is bewonderenswaardig. Zo jong en eigenlijk al helemaal meespelen op één van de zwaarste crossen van de wereld. We overwegen al dus de La Haye, de trainer van Boom, om straks ook weer meer op techniek gaan te trainen. Wel, dat doet hij al hoor. Ook Boom, iedere week een dikke crosstraining. Ja, voorlopig is er niks aan te merken op Boom. Als je van een specialist als Albert eigenlijk in de afdaling wegrijdt, amai, dan kun je toch niet veel meer verbeteren. Denk ook aan het WK in Hoogelede. In 2007, januari 2007, waar hij eigenlijk showde, hè? Op een gelijkaardig parcours, ook vettig. Ja. Er was ook niks aan te doen toen. Een solotok, dat is niet het geval. Le Bon, die is erbij gebleven. En ook Niels Albert is nu helemaal... Het staat wat de overwinning betreft 4-4 tussen Nijs en Albert. En dan begrijp je dat het niet langer is Nijs met Willis vergelijken, maar veel eer die twee mannen van Tremelo naast elkaar liggen. Laatste overwinning van Bart Willis, die daar uit de bocht komt, dateert al van januari. Nieuwe versnelling hier nu van Nijs. Belangrijk moment. Daar op dat technische stuk waar je als het ware op een strookje van 5 centimeter moet crossen, heeft Boom een gaatje moeten laten. Maar dan heeft hij hier weer het voordeel van zijn looplengte. Ik wou net zeggen, versnelling... Dacht ik niet, maar hij loerde achterom. En dat getuigde toch wel dat hij het erom deed. Van nog eens een keer te testen van, is dit mijn stuk om straks definitief eigenlijk toe te slaan. Hij is altijd iets sneller op de fiets dan de kompanen. En het mooie aan wel is dat hij, ondanks het verlies, toch blijft knokken. Met en tegen van Tornhout. Het is een verschrikking voor de mannen in de post. Hè? Dat is knokken, dat is echt waar. Hè? Dus, ik heb ze daar straks geteld, de hoge drukreinigers. Het zijn er 5, hè? Dus maar wilde die slang bemachtigen, moeten serieuze papieren hebben. Status quo, 26 seconden, nog altijd het verschil. Wissel voor Van Tornhout. Wel eens zet door. Hij doet het hierboven blijkbaar liever niet. 26 seconden. Dat zou straks als Nijs nog eens gaan versnellen. Of wie weet, Boom wel eens een halve minuut kunnen worden. Een
door dat triootje daar net tegen de grond. Nijs niet verstandig als hij is naar de kop, maar dan kom je een gedubbelde tegen. Dan moet je altijd opletten. Dat is gevaarlijk natuurlijk, dat er zo iemand ineens op het spoor zit dat jij voor ogen hebt. Oei, Albert. Weer weg. Het schoeisel krijgt steeds minder grip. Ik zal niet zeggen dat het aan de gedubbelde renner lag, maar het heeft er een klein beetje te maken. Heel veel risico nu. Ja, maar die boom lost niet. En dan komt er weer een vlakker stuk en dan kan hij met zijn power dat gaat weer gaan dichten. Boom heeft gezien dat Albert weg is. Ja, ja. Nu gaan ze elkaar verstaan. Maar nu spreken we direct over 6, 7, misschien wel 8 seconden. En dat zijn er 8. Voilà. In deze fase ieder foutje nu fataal. Nog eens kijken naar de slipper. Ja. Op dezelfde plaats als die van Boom. Ja, het heeft er toch wel mee te maken. Hè. Dus die gedubbelde renner zat eigenlijk helemaal links. Daar waar je zou moeten zitten voor die bocht aan te snijden. Hij had geen keus, Niels Albert. Moest helemaal rechts en dan haak om gaan draaien. Het was een moeilijke situatie. Ja, dit ziet er weer beter uit. Dus vraagt Nijs aan Boom. Kom aan, overpakken vriend. En Albert. Ja. Schuddebollend. Ja, knikkenbolt een beetje. Van... Ze reden in de weg. Ja, ja, dat heeft er mee te maken. Hij zal eruit flappen straks. Maarten? We staan bij de begeleider van Niels Albert, Christophe Roodhoofd. Ja, hij is van zijn fiets gemoeten, volgt op een 8 seconden. Zal hij nog eens kunnen terugkomen, denk je, Niels Albert? Ik vrees er een beetje voor, omdat ik niet het gevoel heb of gedacht heb vandaag dat 100% zijn een dag is. De start was vandaag heel goed, maar het is niet 100%. Waarom merk je dat? Ja, gewoon onze manier van rijden eigenlijk. Hij redt ook vaak in derde positie, onderneemt niks. Is eigenlijk beperkt zich tot volgen en dat is een stijl van rijden toch niet eigenlijk. Maar die derde plaats moet hij kunnen vasthouden. Ja, normaal gezien zou dat geen probleem mogen zijn. Dat gevolg zit het toch op 25 seconden. Het is nog 2 ronden, normaal kan dat geen probleem zijn. Dankjewel, Christophe Roodhoofd. Deze Albert verklaarde op de openingsplechtigheid. Ja. Op het openingsfeest van de Van Antwerpen Trofee. Ik ga voor dat eindklassement, want er zijn een pak crossen die mij liggen. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Alle crossen waar wat zand ligt, daar is hij zeker een van de betere. Daar moet hij ook in staat zijn om te winnen. Denk maar aan Oostmalle, denk aan Lille, waar hij al iedere keer won. Jawel, dat zijn koersen die hem perfect op het lijf geschreven zijn. Op het twee ronde van het einde vraagt Nijs, smeekt die Boom, pak over. En dat doet de wereldkampioen. Ook in Loenhout kan hij winnen. Dus er zijn zeker 3-4 die hij kan winnen. Ook in Baal voor eigen volk moet hij meedoen voor het podium, zeker weten. Dus dan kun je inderdaad eindwinnaar worden. En dan moet je hier hoog scoren. Je moet in iedere cross voor deze trofee hoog in de punten zitten. Maar daar is hij mee bezig natuurlijk. Hè. 13 seconden het verschil wel. 12 seconden achterstand. We zagen wel eens uit de bocht komen. Rondetijd scherp, 7:36. Derde snelste tot dusver. Het mooie aan deze Albert is zijn willeskarakter. Ook hij wil niet plooien. Dat is voorspeld, hè? 37 seconden nu al door Welles en Van Tornhout. Strijden voor een ereplaats. Meer zit er voorlopig voor Bart Welles niet in. Ook al wil hij zijn kerstverse vrouw zo graag een bloemtaal schenken. Ja, de groep dus Blask. Met zo'n start natuurlijk is het heel moeilijk om het duel aan te gaan met mannen die dat eigenlijk ja, tot op heden een streepje voorgestaan hebben altijd. Soetens zit er lekker bij aan het wiel van Schibar. Die natuurlijk nog rekent op zijn sprint, maar dat zal dan voor een 6e plaats zijn. Zonder tegenslag van de voorgangers. En die volgen al op een minuut hoor. Dus deze twee razendsnel. Kijk naar de lonkende boom. Ja, wou de benen niet meer stilhouden. Lars Boom was een beetje lastig daar straks aan de aankomstzone. Omdat Nijs niet direct van hetzelfde idee was als hij zelf. Nee, rijd er niet af, jongen. Al dus Boom. Tja, dat kan toch nog eens een keer bepalend zijn. Omdat Lars niet lost, zou het kunnen dat Niels toch nog eens de kans krijgt om even terug te komen. Ja, vooraan post te vatten. Maar dat is uitgesteld, hoor. Dat weet ik ook, ja. Frans Hooy, 1:24. Groenendaal, 1:39. Passage hier bij de vorige doortocht. We zijn op minder dan 2 ronden van het einde. Ja, ja. Aan de finish gaan ze de laatste ronde in. Zijn hij in zijn bespreking
voor dit parcours. Je moet eigenlijk nog overschot houden voor de slotronde, de laatste twee. Dan moet je alles opengooien. Alle registers opentrekken. En dat doet hij ook. Zij toch ook met enig tactisch vernuft wat overzicht bewaren. Je niet te pletter rijden, want die boom is toch al zo sterk. Heeft toch weer een ferme stap vooruit gezet op een week tijd, die Lars Boom. Ja, het is eigenlijk onwaarschijnlijk. Hè? Ja. Speelde eigenlijk niet mee in countout. In Tabor 3/4. En die ben ik benieuwd voor die laatste 15 minuten. Dat zijn twee stappen dat hem vooruit gezet heeft. Ik denk zelfs dat hij bekwaam is om echt mee de laatste ronde in te gaan. Hè? Ik denk dat het eigenlijk vrij simpel is, hè? Zijn planning. Hoogrijden is natuurlijk absoluut de top. Daar moet hij wereldkampioen worden, al dus hij zelf. Maar zijn eerste piek is Pijnakker. Volgende zondag. Winnen in Pijnakker. Zeg maar de grote prijs van Nederland. Bij hem thuis. Nou, heeft het, als hij het over zijn lippen laat rollen, neemt het maar serieus, want hij meent het. En hij doet het vaak, als hij het zegt. Qua explosief vermogen, zeggen ze bij Rabobank, de sterkste van allemaal. Alle wegrenners in Klaas. En qua fond zit hij dicht bij Geesink, die daar het hoogst scoort. Nijs in een relatief rustmoment. En simultaan de fiets op. Hier is Albert. Een beetje dichter is. Ja, het gaat allemaal gebeuren in de allerlaatste ronde. Hè. Dus Nijs is hier voor de eerste keer niet aan kop aan begonnen aan deze strook. Dus hij kiest ervoor voor straks ten aanval te gaan. Alberti in het interview met Maarten van Gramberen zei: ik leerde lopen op mijn 2,5. Dat is dan vrij laat nieuws, Albert. Hij zal dat beter weten. Daar loopt Fonske, de materiaalman van Sven Nijs, even naar het wasbekken. Ja, voor de allerbelangrijkste fietswissel straks. En wat die fiets betreft, is Nijs nu het laatste grote uithangbord van Colnago. Ja, daar is iets aan de gang zeker. Hè? In de echte grote ploegen geen Colnago fietsen meer. Al zit er nog wel iets te broeien in een Italiaanse hoek. Van Tornout in het duel met Welles. Gaat hij dat winnen? Boom niet naar de kop. Nijs zal eens een keer gaan kijken achteraan, achter Lars Boom. Hoe dat hij eigenlijk wel doet in die afdaling. Maar waar kan ik hem straks pakken? Ja, dat is de eerste keer dat hij gaat loeren nu. Waar ga ik hem straks een loer draaien? Ja. En er toch maar een eind van weg blijven. Kijk, een ander spoor kiezen. Ja, ze kiezen volledig een ander traject. Het is onwaarschijnlijk dat ze op zo'n glibberige ondergrond überhaupt in die klikpedalen kunnen blijven zitten. Ja. Hij doet dat voorzichtig, zie je? Ja, hij is al een paar keren, dus twee keren tegen de grond gegaan. Dus de derde keer zal hij toch proberen te vermijden. Wel, het zijn geen one-man shows meer van Nijs. En boom met een versnelling. Aanval. We gaan even hier blijven. Maarten roept op, maar we gaan even hier blijven, want het kan er hier nu op aankomen. Boom geeft Nijs eigenlijk lik op stuk. Is daar wel in de fout gegaan. En nu kan Nijs misschien een tegenactie plannen. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Boom ook net op tijd de deur dicht gedaan. Ja, maakte een klein slippertje. Stond een tandje te groot. Maar Nijs heeft daar niks mee willen doen. Dus hij heeft duidelijk iets in zijn hoofd. We zullen het straks wel zien wat dat eruit komt. Maar komen doet er iets. Hij is er nog niet mee thuis, hè? Met die snopneus uit Vlijmen. Boom die dus op de Nationale Plantendag een boom cadeau kreeg bij hem thuis. Hier nog eens dat stippertje van Boom. Woeps. Twee keer corrigeren. Ja, schoof er een klein beetje direct een daver op het lijf. En dan is het verstandig van uw beentjes toch maar stil te houden. En dan zie je dat snelle herstel. En vooral de razendsnelle manier waarop je weer power op die pedalen kan zetten. Hè. Het zou wel eens kunnen dat het wachten wordt in de slotronde tot deze strook, dames en heren. Omdat Nijs daar al een paar keer getest heeft en Boom onder druk gezet heeft. En ik denk niet dat Nijs het zal aandurven om met Boom naar de sprint te gaan. Denk aan de sprint in Loenhout vorig jaar in december, waar Boom zelfs Stibar versloeg van kop af. Het zal in de afdaling gebeuren, Michel. Het wordt een zottekenspel. Opletten, hè?
zwoegende Nairs. Tot deze strook moet Sven zeker niet wachten, want hier is Lars duidelijk wel de sterkste. Boom is ook een adept van het moulinetje. De kleine frequentie. Veel meer nog dan Nairs. En toen hij voor het eerst kwam meedoen in het circuit des mines met de grote jongens als belofte nota bene, tegen een reeks profs, werd hij uitgelachen omdat hij een belachelijk mini-gezetje trapte. Maar na de tijdrit spraken die grote beren anders. Oh, dat is wel een toptalent. Laatste ronde. De heren Nijs en Boom. Ja. Voor winst op de Koppenberg. Albert met een vrijwel zekere derde plaats in het vizier. Het waren 13 seconden. Het zijn er nu 15. Alle details tellen nu. Rondetijd 7:47. Kijk, Lars gaat hem nog eens aanzien, Sven Nijs. Jij niet, jongen. Hier ben ik. Ook mijn seizoen is begonnen. Ook die details tellen. Psychologische druk. Goed voor Albert is dat hij niet stuk gegaan is mentaal. Nou wel, hij kan het aan. Dat is eigenlijk al heel straf. De Koppenberg, het zwaarste van al. Volgend seizoen doet hij hiermee voor winst. Van Tornhout rijdt weg van Welles. Dat zag je al bij de materiaalpost. En kijk naar dat verschil, 53 seconden al. Een volle minuut krijgen op de Koppenberg, het is geen oneer, het is wel veel. Het is wel veel. Passage van Stibar op een minuut en 11. Die is weggereden van zijn gezellen die niet meer herkenbaar zijn. Die komen door op 1:15. De laatste keer de kasseitjes. Al tot 2 keer toe herlegd en uiteindelijk toch vast. Ja. En ze blijven voor het gootje kiezen. Dat is een beetje meer opgevoegd dan de kasseistropen. Op zich. Ze zijn een beetje verankerd. Te veel supporters namen hier reliquieën mee van de Koppenberg. Albert blijft ze goed te zien, maar komt niet echt dichter. Nee, maar hier is toch aftasten. Opletten nu, hè? Ja. Nijs weet dat het nu moet gaan gebeuren. Ja, hij is er al mee bezig. Ah, het is gewoon. Kleine prik uit te delen. Prachtige strijd is dat. Maar de prik moet veel groter worden om die Lars Boom te lossen. De power uit die onderrug van Boom is immens. Ook Boom is dit jaar weer genomineerd voor de titel Nederlands wielrenner van het jaar voor de Gerrit Schulte trofee. Kijk het verschil. Nijs klikvast in de pedalen. Lars op safe rijden. Af en toe het voet onmiddellijk uit het pedaal halen. Maar op die tussenstukken, Paul, daar komt Boom weer iedere keer weer terug. Zie je? Ja, maar Nijs heeft het voorlopig nog niet in de gaten. Gelukkig maar. Want even omkijken. Hier zou het niet gekund hebben. Op Boom deze met dat kleine verzetje er weer naartoe. Ja. En als hij slim is, Lars, zou hij er nu best gaan voorrijden. Want Nijs gaat daar aan zijn offensief beginnen. Kan natuurlijk ook rekenen op dat prettige sprintgevoel dat hij overgehouden heeft aan Rutte voor de kleine misstap. Ja, gelukkig bleef hij daar recht, want er liggen toch altijd veel grote keien. En aan zijn sprintervaring in kalmthout. Maar dat was tegen Albert. Dat is niet meteen een kanjer in de sprint. Nu zei aan de uitrusten Sven Nijs, als we dat woord in de mond durven te nemen toch. Dat Nijs nooit als een sprinter door het leven ging, heeft vooral te maken met de suprematie in dat onderdeel van Mario de Klerk. Want op de weg kwam je als sprinter aardig voor de dag. Weer zo'n strook waar je het kan lappen. Kijk. Weer zo'n strook waar je het kan lappen. Een lengte of 2-3. Plus 2. Ontketend nu. Plus 4. Ontketend nu. Maar dan komt er weer een boomstrook. Ja. 20 centimeter winst per tred. Maar het gat blijft. Seconde of 2. Mag het nog maar eens spannend, Lars. Seconde of 2. Daar het opwippen. En dan weer power zetten. Het is wel gemeend nu. Nee, is nu weer alles geven. Dat is lekker van Jetsje geven. Dat mag ook wel bij dit verschrikkelijke weer. En ik heb de indruk dat Boom een klein beetje aan het plooien is. Zij het niet definitief. Hij gaat nog eens wisselen. Is dit het moment, Paul? Het moment is geweest. Is dit het moment? Het is wel niet slecht van Lars voor dit nog te kiezen. Dus hij kan misschien iets meer risico's gaan nemen. Maar Nijs is zo'n specialist. Heeft het traject daar straks helemaal uitgedokterd.
Het is onbegonnen werk om naar deze Nijs te gaan rijden. Veel betekenend. Je zag Boom onder de oksel kijken. Hij zit dus eigenlijk al met Albert in zijn kop nu. Zie je? Ja, oké. Zie je? Ja, dat is goed. 5 seconden. Legt er zich bij neer. 5 seconden. Het is nog niet gedaan, hè? Nee. Het is nog niet gedaan, hè? Als Nijs het zou geweten hebben dat hij achteruit gekeken heeft, zou hij nu ook geen risico's meer moeten nemen. Er staan daar pakken supporters die hopen dat Nijs wint. Maar er zijn er ook hier en daar die denken, als hij nu nog eens op zijn totter gaat, als hij nu nog eens op zijn totter gaat, dan is het toch nog niet gedaan. En het is toch nog niet gedaan. Trok daar... Kaps! Hij doet hem na. Ja, zo is het gemakkelijk. Het is toch niet te geloven. Hè? Het is toch echt niet te geloven. Imitatiedrang. Dat heb je natuurlijk als je tegen een kampioen crost. Ja, Sven trekt daar een duizendste van een seconde te lang aan zijn voor hem en kwak tegen de grond. Maar we gaan niet klagen, hè. Het wordt hier alle jaren mooier op de Koppenberg. Alle jaren schoner. Chic, chic, chic. Modderduivels. Crossen van de oude doos. Ging daar nog eens een keer achteruit kijken met alle gevolgen of risico's van dien. En Boom die denkt, ik moet hem blijven onder druk zetten, want hij gaat dus in de fouten, grootmeester. Ja, als Lars recht blijft daar, zijn ze terug bij hen. En dan, ja, dan spreek ik mij helemaal er niet meer over uit. Want daar komt dan nog een strook bij die dat Lars een klein beetje beter op het lijf geschreven was dan de benedenstrook. Ja, daar beneden. Pas op, hè. Met zijn klein tijdritverzetje. Opletten, hè. Ja, Larsje geeft niet aan. Zie je, kijk, tussensprint. Hij trekt hem in gang. Oei. Opletten, hè. En Nijs weet dat, hè. Opletten, hè. Het is secondenteller nog altijd, hè. Het waren er 5. 3,5. Het zijn er ook God nog. 4,5. 4,5. Het zal daar beneden in het onderbos moeten gebeuren. Ja, hij had hem moeten rechthouden, Lars Boom. Wou hij nog aanspraak maken op de overwinning, maar nu. Nee, het is volgens Van IJs. Opletten, Paul. Straks hier, na die bocht, hier komt er nog zo'n lekker boomstuk. Hier, in dat drassige gedeelte. Daar zagen we hem de vorige passages altijd iets beter voor de dag komen dan Sven Nijs. Nijs met een hoge cadans. Boom. Beseft het, weet het. Probeert er nog een seconde af te pitsen. En dat lukt ook, dat lukt ook. Hij komt tot op een seconde of 4. Hier is Nijs een paar keer in de soep gaan draaien bij de vorige passages. Hij geeft, hij beukt alles wat hij kan. Komt Boom al in beeld? Nee. Ik wil u echt niet meegeven welke versnelling hij nu getrapt heeft. Hè. Een monsterversnelling. Nee. En dus gaat Nijs voor de 6e keer winnen op de Koppenberg. Voor de 5e keer in successie. Wat een cross. Wat een spektakel. Heeft hij wel ooit zo diep moeten gaan dan vandaag? Mede gediend door het weer. En ondanks... Kijk. Alle geschriften, alle uitspraken. Er is maar één keizer. En die heet Nijs. Hij wint. Is ook leider in de gezet van Antwerpen trofee veldrijden. Boom is een schitterende tweede. Knap, Lars. 10 jaar het verschil, nogmaals. Maar Nijs blijft grootmeester en wint zijn 5e van het seizoen. En daar komt nu Albert. Albert. Goeie start. Goeie remote. Maar toch een prijs moeten betalen misschien voor zijn voortvarendheid in zijn eerste ronde. Maar ja. Het is eigen aan de jeugd, hè. De zegendrift opgebouwd in Tabor. Dat is ook mooi. Naar niks zien, naar niks omkijken. En gas geven maar. Hier derde. Knappe koers. Ja. Op 50 seconden. En dan gaan we naar Klaas van Toorn uitvoeren. 4e plaats. Maar dat is al op ruim een minuut. Een dubbelcheck komt wel eens nog terug. Nee. Voor wel eens wordt dat een minuut 20. Dus zeker geen vernedering. Maar toch een nederlaag. Een serieuze nederlaag. Hij had hier winst in zijn kop. 4 van Tornhout op 1.14. 5 is wel eens op 1.22. Dan krijgen we op de... Rob Peters, die vanuit de achtergrond gekomen is. Voor Arnouds. Dan Blask en Stipar. De Tsjechen, die respectievelijk op 8 en op 9 eindigen. En dan moet dat Jan Soetes zijn die naar een 10e plaats. Ja,
Krost. De kampioen van België, elite zonder contract. Op 1,49. En dat is de top 10 van een legendarische cross rond. En dan mag het volk met enige voldoening naar huis. Dat zou wel. En dan een kop koffie in je never. En dan die laatste afdaling nog. Alle twee tegen de grond. En dan zijn er nog een pak onderweg. Ja. Op deze ondergrond van de waanzin. Hier is Frans Hooy. Uiteindelijk niet slecht hoor. Voor deze toestanden. Ja. In orde. Op 2:22 en dan Thijs Al, de eerste op de eerste Koppenbergklim, vroeg in de wedstrijd. Maar er is ver op 2:37 of zo. En dan komt hier Huilen, nauwelijks herkenbaar. En 2:40, Groenendaal op nog eens. Goeie start van Groenendaal, matig einde op 2:50. Dan toch de wat oudere dag, ongetwijfeld. En dan krijgen we hier Wieland van Geels. Ik hoop dat hij het is. Want ik durf dat niet met zekerheid zeggen, maar ik denk het wel. Jawel, André Meegank heeft het ook gezien. En die ziet alles. Wieland van Geels. En hier Kevin Pauwels. Op 3:15. Verkleumd. Ja. Ja. Nijs heeft een probleem. Ik vrees ook dat hem... Er is inderdaad een knik in die wijsvinger. Tja, ja. Hij gaat hem er toch niet in trekken, zeker. Hij is gevallen en hij kwam hier over de meet en hij was direct naar die vinger aan het kijken. Dus, zal waarschijnlijk zelfs de tijd niet genomen hebben. Ja, die staat scheef. Ja, die staat krom. Zal de tijd niet genomen hebben bij dat opwippen, dat rechtwippen, om eens te checken wat er allemaal was. Maar het ziet er niet zo goed uit. Nee. Geplet, heb ik de indruk. Geplet? Ik vrees dat hem... Breuk? Ik durf bijna in een mond nemen, maar ik denk dat dat vingertje gebroken is. Sven Nys, ben je ooit al dieper moeten gaan om te winnen? Het is heroïs, het is echt cross. Dus je ziet geen steek voor je ogen, de modder vliegt langs alle kanten. Ik had de indruk dat ik in de afdaling echt de betere was. Maar dat ik bergop ook zeker niks moest onderdoen en dat er een aantal stroken waren waar ik het verschil kon maken. Dat heb ik ook de laatste ronde gedaan dan en ik viel eigenlijk de laatste ronde heel stom. En ik denk dat ik mijn vinger ontwricht heb, ik kon niks meer remmen. Dus je staat helemaal uit de haak. En dat wordt weer link om morgen te kunnen starten en ik ben er weer een beetje bang voor. Is dat gebeurd in die laatste valpartij? Ja, ik voelde plotseling dat ik ergens met mijn vinger heb tussen gezeten. En ik heb gewoon zonder te remmen van achter naar beneden gefietst en ik dacht ik ga die koers hier nog verliezen, maar het begint nu eigenlijk pas pijn te doen. Voelde je meteen dat het ernstig was? Ja, die vinger plooide niet meer en die stond helemaal een bult op, dus ik heb de indruk dat er echt uit de winkelhaak is getrokken en dat gaat even pijn doen dadelijk, denk ik. Ja, de dokter is net toegekomen, wat heeft hij gezegd dat er aan de hand was? De vinger is uit de kom. Uit de kom is en dat we hem onder verdoving hopelijk er terug kunnen intrekken, maar... Veel sterkte daarmee, Sven. Nog één ding. Je zegt altijd, als je goed bent op de Koppenberg, dat betekent heel veel, dan kan je een goed seizoen rijden. Dat moet geruststellend zijn. Ja, absoluut. Ik heb de laatste weken weinig kabaal gemaakt en het proberen te laten zien met mijn benen. Ik heb al een aantal keer tegenslag gehad dit jaar, want anders had er misschien nog iets meer in gezeten. Maar ja, ik sta twee klassementen eerst en in de wereldbeker sta ik er ook heel goed voor. En vandaag was een zware koers en ik heb bewezen dat ik er sta, ja. Dankjewel, Sven Nys. Laat je verzorgen. En we proberen Lars Boom te pakken te krijgen. Hij komt hier achter Sven Nys uit. Lars Boom, was Sven Nys net iets sterker vandaag? Ik denk bergop, toen we voor de eerste keer opsprongen op de Koppenberg, was hij iets sterker. Ik had dat wel gehad de laatste ronde. Maar ik vond dat ik heel sterk voor de dag kwam vandaag en ik ben heel erg tevreden. Ja, want op korte tijd sta je er helemaal, hè? Doe je echt met de toppers mee? Nee, we hebben heel lang op dit weer gewacht en je ziet dat ik dat steeds beter uit de verf kom als het echt modderig wordt. Kijk, die snelle koersen vind ik leuk, maar dit vind ik hiervoor ben je crosser, vind ik. Hoe was het om in dit weer en in dit parcours te crossen? Nou, voor mij goed. Ik krijg hier heel veel moraal van, vooral omdat het ook heel erg goed ging natuurlijk. We zitten niet met een groep van 20 man te rijden, maar ik vind het heel mooi. Kruipt dit in de kleren dan, met het oog op de wedstrijd van morgen? Nee, ik ga dadelijk lekker naar huis. We eten hier nog een pasta eentje verderop. En dan gaan we lekker vanavond de rollen vroeg naar bed. En dan morgen is het dicht bij huis bij mij. Dus ik kan lekker uitslapen. Dank u wel, Lars Boom.